Eerst doe je een zig en dan doe je kleine zag. Zo vind je de zeslijf weg. Ruif onder een muurtje door, een worstel door, een bosje. En zo vind je de zeslijf weg. Huh? Rechte lijn, van punt A naar punt B. Hij snapt het nog steeds niet. Oh, tartaarsaus. Misschien had ik moeten zagen toen ik zigde. Eerst doe je een zag. Kruip onder een muurtje door. En dan doe je kleine zeg. Zo vind je de zeslijf weg. Ah. Zo, dat is beter. Oh. Nou, dit is wat je noemt een supergave sluipweg. Nu moet ik me concentreren op mijn wildernistraining, zodat ik niet vertaal. Eerste regel van wildernistraining is een route bepalen door heel goed te letten op oriëntatiepunten. Oriëntatiepunten. Aha! Hier hebben we een grote bijzondere schelp. Rechtsaf bij de verlaten zitbank. En dan gaan we linksaf bij de kapotte brandweerkraam. Oh, oh, daar is het! De krokante kraam! Ja. Zo, kijk eens aan. Lekker luieren. Kan ik nog iets voor u doen? Nog een kussen misschien? Een cappuccino-machine? Nee, dank. Die heb ik al. Perfect. Geen klanten, geen SpongeBob. Oh, in Mossel's naam. Dat wordt nooit meer wat.